Dit is mijn favoriete porto van het moment. Hij is een beetje bulky. Zo snel geen andere porto om ernaast te houden. Maar dat ding is echt geweldig. Hij heeft adaptief zendvermogen. Wat erg handig is, dat is de volume en de squelch knop. Dat is de knop bovenop. Dan weet ik dat hij met één hand gaat. Maar druk je die knop één keer in, dan... druk je die knop één keer in, dan heb je dus de volume te pakken. De tweede keer de squelch-regeling. Ja, dat ding heeft eigenlijk alle luxe die mijn grote FT8900 en FT7900 ook hebben. Van zelfs een paar menu-items extra. Je kunt de temperatuur van de... de spanning van de accu's, de temperatuur van de accu's kun je bekijken. Nou, ik maak dan wel zo wat uitgebreide filmpjes, want ik zie dat mijn kaartje bijna vol is. Dus als ik hem nu niet stop, dan moet ik opnieuw beginnen.